Claudia de Brij staat opnieuw vol enthousiasme op het podium, nadat ze het afgelopen jaar lange tijd thuis doorbracht en worstelde met wat ze zelf omschrijft als een kleine midlife-crisis. In een openhartig interview met de Telegraaf onthult de 48-jarige cabaretière dat de uitgebreide pauze haar de ruimte heeft gegeven om te genieten van haar eigen successen. Ze bekent, ik heb altijd last gehad van het imposter-syndroom. Ik dacht, er komt een moment dat mensen doorhebben dat je maar wat aan het doen bent. Maar juist door die pauze realiseerde ik me opeens dat dat onzin is. De zalen zitten al een tijdje vol, ik heb drie oudejaarsconferences gemaakt waar ik erg trots op ben. Plotseling vroeg ik me af waarom ik niet veel meer van dat succes durf te genieten. Een heel jaar lang bracht de brei thuis door. In het begin lukte het haar niet om te ontspannen, maar dankzij het advies van Jenny van der Heijden van Heel Holland Bakt kreeg ze dat toch voor elkaar. Ze begon met brood bakken. Dat werkte zo louterend, lachte de brei. Als het deeg mislukte, kon je het gewoon weggooien en opnieuw beginnen. Het was ook niet erg als het fout bleef gaan, want we hebben drie geweldige bakkers op loopafstand. Er lag geen enkele druk op mij. Met de ontspanning kwam ook het besef dat ze weer plezier kreeg in haar werk op het toneel, en binnenkort gaat haar nieuwe voorstelling wat als in première. Inmiddels heb ik een punt bereikt waarop ik kan zeggen: Ik denk dat dit leuk is, doe ermee wat je wilt. Als dat betekent dat deze voorstelling niet jouw ding is, dan is dat maar zo. Een kunstenaar hoeft niet te vertellen hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit, maar kan je juist twee uur in een ander perspectief meenemen. Door dat besef heb ik mijn plezier in het spelen teruggevonden.